Chef Klaassen is al vanaf jongs kledingontwerper. Doorgebroken is hij nooit. Dat moet nu gebeuren met Buns, zijn eigen kledingmerk. Dit is in feite een ouderwetse lange onderbroek. Maar die kan je ook als homeware dragen. Dus gewoon in huis, lekker, op de bank, gezellig, wat dan ook. Dit is bijvoorbeeld ook homeware, maar veel gekleder met zakken, met de gulp. Dus het is in feite ook bovengoed, wat je kan dragen voor sporten of zelfs naar de stad te gaan. Daarnaast zijn er verschillende combinaties mogelijk, dus tops met broeken. Ik zal eens een voorbeeld pakken. Ja. Je kan het als set dragen, maar dit kan je bijvoorbeeld gewoon los als t-shirt dragen, ook weer. De kleding wordt in zijn woonplaats gemaakt, Maastricht, bij het bedrijf Confection. Naast verkoop via winkeliers is Klaassen sinds kort ook actief met een internetwinkel. Hij hoopt daardoor een groter koperspubliek te bereiken. Ik verkoop nog steeds in de detailhandel, maar Buns is een klein merk, minder bekend. En ik wil het toch wel groter in de markt zetten, omdat ik 2 keer per jaar een collectie maak. En die wordt maar aan zoveel winkels verkocht. En in feite kan die veel breder draaggebied dragen of veel breder verkocht worden. Dus ik ben op het idee gekomen om een webshop te beginnen via internet. En dan wel internationaal op te zetten in 4 talen. En ook op die manier proberen een bredere markt aan te boren. Dus niet alleen Nederland, België of Frankrijk. Maar het kan gewoon de hele wereld overgaan op deze manier.